Goedemorgen allemaal. In onze laatste video's hebben we het gehad over het volgen van je eigen stem. En ik weet dat heel veel mensen denken, goh, ja, die mensen die wonen zelfvoorzienend en willen ze nou dat wij dat ook gaan doen. En dat is niet het punt. Hoe wij leven is onze keuze. En als jij dat ook zo wil doen, dan staan wij ervoor open dat je van ons leert en dat je hier langskomt en dat we jou daarin begeleiden en dat we jou alle ins en outs laten zien. Dat is helemaal prima. Dat is een deel van wat we graag voor je doen. Maar wij staan ervoor dat jij doet wat jou ingegeven wordt. Dus dat jij jouw stem volgt. En als dat zelfvoorzienend leven is, dan is dat zelfvoorzienend leven. Is dat iets compleet anders, dan is dat iets compleet anders. Het gaat erom dat je niet meer je iets aantrekt van alle oordelen of alle sociaal wenselijke patronen die je tegenkomt op je pad. Dus op het moment dat jij daadwerkelijk gaat voelen wat je in je hart voelt en je gaat daar stappen voor zetten en je gaat dat daadwerkelijk doen, dan kom je tegen dat er oordelen op je pad komen. Dan kom je tegen dat er van alles over gezegd of gedacht wordt. Over datgene waar jij voor kiest en waar jij voor staat. En dat kan ook uit je eigen hoofd komen. Het kunnen ook gedachten zijn of oordelen komen uit je eigen hoofd. En het gaat erover dat jij die stap dan wel zet. Dat je het wel doet in plaats van dat je het al die tijd maar gewoon wegdrukt. En als ik mijn eigen verhaal daarin vertel. Ik heb altijd een gehuil gevoeld in mijn hart. Mijn hart was verdrietig. En dat was een soort, ik denk dat het een soort schreeuw was die ik voelde. En alles wat ik deed, dat eindigde in een gehuil. Dus ik heb een hbo-opleiding gevolgd. Ik heb een universitaire opleiding gevolgd. Beide ook afgerond. Ik ben zelfs een master. Ik ben aan de universiteit afgestudeerd als Master of Science. En ik heb daarmee gewerkt. Ik heb een groot vrijstaand huis gehad met een half hectare grond. Dat heb ik allemaal gecreëerd om te kijken, word ik hier nou gelukkig van? Is dit nou wat ik daadwerkelijk wil? Ik heb twee douches gehad naast elkaar, wasbakken, een groot bad waar we met het hele gezin in pasten, met vier personen dus. Enorm veel slaapkamers, een grote kelder. Ik heb een koker gehad. Ik heb een kookeiland gehad met twee ovens en gefilterd kraanwater. En geen enkele van die dingen bracht mij dat ultieme geluksgevoel in mijzelf. Ik had van alles. En ik heb opleidingen gedaan. Maar ik werd niet gelukkig. En hoe kan dat? Waarom word je dan niet gelukkig? Mijn hart bleef huilen. Mijn hart bleef schreeuwen. Totdat ik op een gegeven moment dacht, Oké, dan gaan we gewoon echt doen wat bij mij past. En niet dat wat mijn ouders vinden, of wat sociaal wenselijk is, of wat gezien wordt in de maatschappij als normaal. Nee, we gaan nu doen wat ik wil. En ik wilde niet werken met beide opleidingen die ik had gevolgd. Ik wilde helemaal niet wonen in een luxe huis met een koeker. Het is gemakzuchtig, het is gemak. En dat is fijn om te hebben. Maar het maakte me niet gelukkig. Het maakte mij afhankelijk en het maakte mij gebonden. Ik bemerkte bij een half hectare grond dat ik meer binnen was dan dat ik buiten was. Terwijl ik zo'n grote mooie tuin had met een meditatiewandelpad en met een zwemvijver en met een boomgaard en met een moestuin. Met twee levende wilgenhutten. Maar ik was binnen omdat het huis groot was en het moest gepoetst worden. En dat moest ik doen. Dus je bent gebonden daardoor en dat maakte me niet gelukkig. En dan is de vraag, wat maakt je dan wel gelukkig? En wat wil je dan wel? En dat was een hele zoektocht. Het was een hele zoektocht om iedere keer los te pellen. Het is eigenlijk een ui die je afpelt. Iedere keer ga je op zoek
oké, dit is het dus niet. Dit is nog steeds een droom van iemand anders. Die luxe was een droom van iemand anders. De maatschappij die altijd maar zegt het moet meer en meer, is niet mijn droom. Dat is een opgelegd iets. Dat is niet van mij. Van mij hoeft het niet meer en meer. En beter en beter. En luxer en meer geld. En carrière en carrière. Dat hoeft helemaal niet voor mij. Voor mij mag het juist minder en minder. Dus waar werd ik wel gelukkig van? Ik werd wel gelukkig als ik in het Openluchtmuseum was. En ik zag daar de mensen in middeleeuwse kleding lopen. Dan werd ik wel gelukkig. Geen luxe stepskleding of wat dan ook. Nee, gewoon middeleeuwse kleding. Ja. Een vuurtje stoken. Ja. Je eigen brood bakken. Ja. Zonder elektrische oven. Ja. En je eigen fruit oogsten en inmaken. Ja, dat is leuk. Kikken. Zwemmen of poedelen in een riviertje. Ja. Toen ik mij tijdens de reis ging wassen in een rivier en ik stond voorovergebukt om mijn haren te wassen, toen voelde ik mijn leven. Toen voelde ik, yes, dit is gewoon wat bij mij past. Dit is Erica. Nu ben ik gewoon aan het leven. Ik was mijn haren in een riviertje in ijskoud water. Het was, water is nooit heel koud. Het zal ongeveer 5 graden geweest zijn, maar dat voelde wel aardig koud aan. 5 graden. Ik griezelde wel een klein beetje toen er parende kikkers voorbij dreven, terwijl ik daar voorover gebukt stond om mijn haren te wassen. Ik schrok ervan. Maar verder is het kikken voor mij. Yoga doen buiten, terwijl je omgeven bent op prachtig mooie bergen en je hoort het stromende water naast je. Kikken. Er is niks moois voor mij dan dat. En ik betaalde niks voor. Het kost me niks. Het kost me alleen de tijd om erheen te gaan en daar te zitten. Dus het kost mij niks. En nu werk ik bijvoorbeeld buiten. Ik doe mijn werk, dat wat ik doe. Het coachen van mensen om hun eigen hart te gaan volgen, doe ik buiten in mijn tuin. Met het zonnetje op mijn gezicht. Dat is gewoon kicken. Ik kan het niet, gewoon niet beter vormgeven dan hoe ik het heb vormgegeven. Dit is voor mij de allermooiste droom die is uitgekomen. Het kan gewoon niet mooier meer. En daarvoor heb ik wel dingen moeten loslaten. Ik heb daarvoor wel een heel proces doorlopen. Waarbij ik steeds meer me ben afgevraagd, wie ben ik nou eigenlijk? Wat maakt dat ik Erica ben? Dat ik mezelf ben? Dat ik ben? En waar heb ik behoefte aan in mijn leven? Waar heb ik last van in mijn leven? Wat wil ik? Wat wil ik niet? En wat maakt mij gelukkig? En wat maakt mij ongelukkig? En als je mij laat werken aan een bureau als onderwijskundige, zoals ik ben opgeleid, in een betonnen kantoor, achter een computer, dan sterf ik van binnen. Dat heb ik echt ervaren. Ik stierf van binnen. Ik werd ook ziek. En dat wil dus niet zeggen dat ik gefaald heb. Het wil alleen maar zeggen dat dat stuk niet mijn weg is. Dat is niet wie ik ben. Dat is niet wie ik hoor te zijn en wat ik hoor uit te dragen in mijn leven. En dat is ook niet in lijn met mijn goddelijk plan. En dat is waar ik als paranormaal coach mensen mee help. Wat is dan jouw goddelijk plan? En wat is jouw zielsmissie hier op aarde? En waarin loop jij dan nog tegenaan dat je dat pad niet volgt? Waarin raak je nog belemmerd? Dat is waar ik mensen mee help. En dat vind ik superleuk om te doen. Maar zet mij niet meer in een betonnen gebouw. Ik kom er het liefst zelfs niet eens. Het is beton. Het is doods. Daar heb ik niks te zoeken. Dit is mijn kantoor.
Dit is mijn kantoor. Dat is gewoon kicken. Dit is gewoon. Dit is mijn kantoor en dit is waar ik van geniet. En voor minder doe ik het gewoon niet meer. En dat komt omdat ik nu weet wie ik ben en waar ik behoefte aan heb, waar ik last van heb, wat ik wel wil, wat ik niet wil. En ik weet ook waarvoor ik op de aarde gekomen ben. En dat draag ik steeds meer uit. En voor mij hoeft het dus niet meer op een neppe manier. Ik ga me niet meer conformeren aan iets wat niet is wie ik ben. Ik ben dat niet, dus doe ik het niet. En dat is wat ik jullie allemaal opdraag om ook te gaan doen. En dan gaat het dus helemaal niet over dat jij ook zelfvoorzienend gaat leven. Of dat jij ook op zo'n mooi erf gaat wonen als wat ik doe. Het maakt helemaal niet uit. Maar waarin hou jij jezelf tegen? Of word jij tegengehouden? Wat is hetgeen dat jouw hart graag wilt? En welke stappen zijn nodig om exact datgene te gaan doen wat jouw hart je ingeeft? En waarvoor ben jij op de aarde gekomen? En in hoeverre doe je dat al? In hoeverre leef je dat al? En waarin heb je daarin hulp nodig? Er zijn diverse manieren waarop ik je kan helpen. Ik geef readingen hierover waarbij ik je goddelijk plan kan lezen. En waarbij ik kan gewoon zien wat er speelt in je systeem en waar je tegenaan loopt. En daar kan ik je in coachen, in begeleiden. Ik kan ook healingen geven vanuit Theta Healing. Waarbij ik hetzelfde eerst doe, eerst de readingen en daarna geef ik jou healing, zodat die blokkade opgelost wordt. Je kan ook bij mij, dit zijn losse sessies, je kan ook een coaching traject bij mij doen. Dat je één keer in de 2 weken een sessie met mij hebt. En dat we doorlopen waar je tegenaan loopt en dat we een coachplan volgen. Zodat je daadwerkelijk ook zover komt. Het is allemaal mogelijk wat je wilt. En alleen voor de mensen die daadwerkelijk zelfvoorzienend willen gaan leven, die dat zich echt afvragen, is dit iets voor mij? Voor die mensen hebben wij een meeleefweek. Dat is een training waarbij je helemaal alle ins en outs van ons leert hoe zelfvoorzienend leven werkt. En hoe je je leven kunt omzetten naar een zelfvoorzienend leven en wat daarvoor nodig is. En dat je ook kunt ervaren aan je lijf, hoe is dit voor mij, hoe voelt dit voor mij en ga ik dit daadwerkelijk doen? Dat is alleen voor de mensen geschikt, bedoeld en opgezet, die daadwerkelijk daarmee in hun hoofd rondlopen. Dus niet voor iedereen. Het hoeft niet voor iedereen. Het is niet voor iedereen. Iedereen heeft een andere droom en een ander goddelijk plan. Die mag je gewoon volgen. Weet je, het gaat mij erom dat jij de vrijheid in jezelf voelt. Dat je daadwerkelijk gaat doen wat bij je past. En dat je je daarin niet meer laat afremmen. Of dat nou door je hoofd is. Of dat is door mensen, door je familie, door je collega's, door je vrienden, door je allerbeste vrienden. Het maakt niet meer uit. Jij mag echt jezelf gaan zijn. Jij mag echt gaan doen wat bij jou past. Wat het dan ook maar is, dat je wilt gaan doen. Dat is mijn boodschap van deze ochtend. Nou, ik hoop dat het jullie weer goed zal doen. En je mag altijd reageren op berichtjes, dus altijd welkom. Dan wens ik jullie nu een hele mooie nieuwe dag. Doei doei.